Pax brengt een groot assortiment aan ampulletassen op de markt. Ik heb er hier twee op de tafel staan. De XS en de S. De XS die heeft een capaciteit voor 24 ampulletjes van 1 tot 2 milliliter. 5 ampullen voor 5 milliliter. En 5 ampullen van 10 milliliter. De S heeft een iets grotere capaciteit. Namelijk 36 ampullen van 1 tot 2 milliliter. 10 ampullen van 5 milliliter en 10 ampullen van 10 milliliter. Als we ze een beetje in detail bekijken, dan kijken we eerst eventjes naar de buitenkant. En we kijken eerst even naar de XS. Als je aan de voorkant kijkt, dan heb je de mogelijkheid om eigenlijk de inhoud van de ampullen met bijvoorbeeld een kaartje hierin te doen, zodat je aan de buitenkant goed kan zien wat de inhoud van de tas is. De tas is uitgevoerd met een handgreep en reflexmateriaal. Als we dan de binnenkant kijken van het tasje, dan zien we hier de insteekmogelijkheden voor de ampullen. Bijvoorbeeld op deze manier, zodat hij toch nog zichtbaar blijft, het etiket. En als je dan de wat grotere ampullen hebt, die kunnen dan hierin, of de slashes, die kunnen dan op deze manier ook erin. Twee flappen. Die je door middel van dit insteeksysteem ook aan beide kanten kan verstellen. Dus je kan hem ook omdraaien. Op deze manier gaat hij eruit en dan kan je hem omdraaien met de andere kant. Aan de binnenkant zie je dan nog weer insteekmogelijkheden voor kleine ampulletjes. Dit is dus de XS. Als je kijkt naar de S, eigenlijk precies dezelfde opbouw. Ook weer met het venster aan de buitenkant, handgreep aan de bovenkant, goede rits. Binnenkant precies hetzelfde ingedeeld, alleen net een partijtje groter. Ook weer de insteekmogelijkheden voor de ampullen. En het tasje waar je eventueel grotere flesjes ook nog in kwijt kan. En weer de systeem wat je met elkaar kan uitwisselen. De binnenkant heeft nu ook aan de zijkanten wat meer mogelijkheden om wat ampullen in te zetten. Dit zijn de ampulletas S en XS. Mm-hmm.